Goedenavond, ik ben Willem Heidakker. Jullie kennen mij als de Sjaak. Ik sta hier bij het stadhuis van Rotterdam om vanavond te demonstreren voor 14 euro voor het minimumloon. En waarom is dat nodig? Onze jongeren die hebben de toekomst. En ik vind dat zij meer moeten verdienen en kunnen verdienen dan wat ze nu krijgen voor een aantal beroepen waar ze te veel te weinig betaald worden. Minimumloon is ook gekoppeld aan de AOW. Nog wel, want het kabinet die heeft het achterlijk idee dat zij die willen afschaffen. He, dat die ontkoppeld wordt aan het minimumloon. Dan zijn ook de AOW'ers natuurlijk enorm beschadigd als het gaat over hun inkomen voor de oude dag. Daarom sta ik hier mede ook voor de ouderen. Maar we hebben elkaar allemaal nodig. De ouderen de jongeren en de jongeren de ouderen. De ouders die hebben voor de jongeren gezorgd, opgroeien, naar school gaan. Kinderen gaan werken, ze worden zelf ook ouder. En op een gegeven moment zijn die ouders, zijn ouderen. En dan hebben zij weer de steun nodig van de jongeren. En daarom moeten we met elkaar samenwerken. En niet tegen elkaar zoals het kabinet eigenlijk wil. Hè? Want meneer Rutte die speelt het een beetje uit. De jongeren tegen de ouderen en andersom. Nou, dat moet absoluut afgelopen zijn. Daar moet hij echt mee gaan kappen. En ja, dit is een beetje een boze boodschap aan het kabinet. Ik vind gewoon dat we iedereen goed moeten belonen en niet een hele groep zeg maar verwaarlozen en zonder toekomst zeg maar richting geven. Die toekomst moeten ze krijgen, onze jongeren. Ze moeten goed kunnen wonen, ze moeten goed hun loon kunnen verdienen, ze moeten een pensioen op kunnen bouwen. En voor de rest gaat het dan vanzelf. Dan is iedereen tevreden hier in Nederland. Dankjewel.